heel hectisch jaar gehad met verkiezingen, onderhandelingen. En eigenlijk de afgelopen jaren al, hè, als je als politicus aan het werk bent, dan weet je dat je druk hebt. Maar op een gegeven moment verlies je ook een beetje zin. Vind je het een opgave om ergens naartoe te gaan. En voor iemand die altijd juist heel veel energie krijgt en er zin in heeft om politiek te bedrijven en om wat te betekenen voor de stad. Ja, is dat heel lastig als je daar tegenaan loopt. En dat is de druppel geweest die bij mij heeft gezegd van joh, nou moet je even rustig aan doen. Ja. Kortom, u heeft er weer helemaal zin in. Absoluut, absoluut, zeker. 2019 wordt een mooi jaar en we gaan mooie dingen doen voor Almelo. Er staan mooie dingen op stapel. Stond al een paar keer in de krant. Ook in ons omringende gemeenten is dat nu duidelijk. 2019 wordt het jaar van Almelo. Het is toch altijd wel een bijzondere opgave in het gemeentebestuur om van het oude naar het nieuwe bestuur de zaken weer op de rails te zetten. Ja. Als ik specifiek de affaire in het Nieuwstraatkwartier noem, hoe kijkt u daarop terug? Met tevredenheid. Ja. Ja. Het, en wat is dan de tevredenheid? Nou, de tevredenheid is dat we met gezamenlijke overheidsorganisaties aan de mensen in het Nieuwstraatkwartier, de mensen van goede wil, zeg ik er altijd bij, hebben kunnen laten zien dat we als overheid ook kunnen optreden op het moment dat er dingen niet goed zijn, er criminaliteit plaatsvindt, dan treden we daar tegenop. En tegelijkertijd, want dat is het mooie evenwicht, investeren we enorm met de bewoners in de wijk zelf, met winkeliers aan de Nieuwstraat, om het Nieuwstraatkwartier weer een paar tandjes hoger op te tillen. We hebben met elkaar, proberen we onze kinderen in een veilige, plezierige en hele nuttige omgeving te laten opgroeien. Daar hoort niet bij dat we onze kinderen blootstellen aan drugsgebruik of aan alcoholmisbruik. Daar treden we dus tegenop. Ja, dat sommige mensen zeggen, ja, deze burgemeester is streng daartegen. Ja, als dat zo is, dan is dat zo. Dus Henk-Jan Meijer die gaat per 1 september vertrekken als burgemeester van Zwolle. Ja. Wij zijn u dus kwijt. Nou, er is hier nog een heleboel te doen voor mij in deze fantastische stad. En ik ben eerlijk gezegd ook wel een beetje vergroeid, hè, met deze stad. Ik heb mijn wortels hier deels liggen. Ik ben niet zomaar weg. En we hebben nog een klus te doen met elkaar. Ja, dus je kunt graag de burgemeester van Almelo. Ik ben burgemeester van Almelo en dat doe ik met heel veel plezier. En over de doelstellingen, dames en heren, kan geen discussie zijn. Almelo, in Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen. Iedereen heeft talenten, iedereen heeft vaardigheden, iedereen heeft competenties. Iedereen kan op zijn eigen manier, in het groot of in het klein, meedoen. Bijdragen aan een beter, aan een plezieriger, aan een mooier Almelo. Wie doet dit vandaag voor de 17e keer? En dat is elk jaar weer een heel vertieten voorbereiding natuurlijk. Maar we hebben nu zo'n goed draaiboek. Nou, daar hoort ze niks meer over te doen, want iedereen heeft een eigen taak. En vandaag zit ik samen met Riek Versteeg, dit dat alle jongen doet. Ik ben er nu voor het jaar eigenlijk voor de tweede keer bij met eerder deed ik al pannenkoek bakken. Maar nu doe ik dus Riek help met de knippertjes bakken. En het is heel gezellig. Zonneke begint te schien, waar weet je nou meer? Dus dat ging hartstikke goed. Straks dan loopt ze van hieruit loopt ze naar richting Oosterveld. Daar bij Nijreesbos is dat toe, waar achter waar het Kriknaar ook is. Daar hebben ze dan de tussenlocatie. En dan komt ze weer terug rondlopen. En dan komt ze hier weer terug. En dan hebben we soep en kluwijn, koffie, knippertjes. Het is een supergezellige dag. En het brengt onze groep een beetje in sfeer. Echt geweldig. Thank you.
Het is de tijd van de goede voornemens en nieuwjaarsrecepties. Zo ook die van het Natuurhuis Almelo. Een plezierige melee van leden van de 6 deelnemende verenigingen en buren, veelal vrijwilligers in het Doepark, in het Hagenpark. Optimistische geluiden. En ik zei ook dat we niet gaan dippen. Dat is een nieuwe term. Denken in problemen. Maar we gaan dimmen. Dat wil zeggen, denken in mogelijkheden. En we hadden het park aan kunnen leggen zoals het er nu bij ligt. Namelijk een mooi park met een mooie hoofdstructuur en een beekloop en een natuurspeelplek. En dan hadden we kunnen zeggen van, het is klaar voor ons betreft. En dan waren wij als Natuurhuis, hadden we een redelijke insteek gedaan en hadden toch een redelijk mooi park voor Almelo neergelegd. Maar dat willen we niet, want er zijn meer mogelijkheden. Er is een mogelijkheid om een buurtmoestuin hier aan te leggen, waar u naartoe kijkt. Een beleven beweegtuin aan die kant, voor ouderen die hier op termijn komen wonen, willen we aanleggen, samen met Zorgaccent. Dat wordt ook een van de grotere plannen. En de mogelijkheid van een tiny forest, die deed zich ook voor. Het IVN Overijssel samen met de gemeente kwam bij de stichting om te zeggen, hey, we gaan samen een tiny forest aanleggen. En een tiny forest, dat is een buitenlokaal, een bos met een buitenlokaal voor kinderen, waar kinderen een educatie krijgen, maar waar ook buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. En die wordt dan ginds bij die brug zo'n beetje gemaakt. Dat is ook een project wat volgend jaar, wat dit jaar eraan zit. De Herengracht staat een rijtje van 12 oude huisjes. Ze stammen uit 1889 en ze zijn in gebruik als ateliers van Almeloze kunstenaars. Als u geluk hebt, kunt u een blik werpen in hun ateliers.